Leuk dat jullie weer kijken naar Fem. En misschien weet je het al, maar het is deze week dus budgetweek op Fem. En het is dus weer een themaweek. En er komen van deze week allemaal video's in het thema van budget. Ik ga vandaag twee budget outfits laten zien. En ze zijn allebei rond de 25 euro. En dat is dus echt de gehele outfit, inclusief schoenen. En nou, als je beseft van, wow, voor sommige schoenen toch echt al 70 euro. En deze outfits zijn gewoon in totaal 25 euro. Ja, is dat toch best wel budget? Nou, ik moet eerlijk zeggen, voor 25 euro kan je niet heel veel fancy sieraden erbij doen. Of meer casual outfits. Ik heb er toch het allerbeste van geprobeerd te maken. En ik ben ook op zoek naar items die niet alleen te koop zijn. Bijvoorbeeld een kringloopwinkel. Nou, ik heb wel twee vintage items bij de episode dan. Maar ik wil niet outfits die helemaal van de kringloop zijn. Nou, ik vind het eigenlijk gewoon een beetje cheaten. Dan mag ik gewoon gelijk beginnen. Dit is de eerste outfit en zoals je ziet is het een vrij simpele outfit. Ik vind het zelf wel erg leuk staan. Ze zeggen niet voor niets wel eens less is more. En het is ook een vrij zomerse outfit. Nou, het is een heel leuk topje met wat stipjes erop en een rokje, vrij simpel rokje. En ook een riempje. En die heb ik, het riempje is bruin en die heb ik proberen te matchen met de schoenen. Want die zijn ook bruin. Nou, de top is 7 euro van de episode. Die is dus wel vintage. Het riempje is 3 euro van de Primark. De rok is 4,95 van de H&M. En de schoenen zijn 10 euro van de Primark. Waardoor het totaal 25,95 is. Niet precies 25 euro. Maar het is allemaal ongeveer 25 euro. Dit is de tweede outfit. En dit is met de maxi skirt ook perfect voor de zomer. En deze is iets classier. Ook doordat ik een paar rode details heb toegevoegd voor een beetje een pop of color. En natuurlijk de bandana met de rode lipstick en de halter crop top die hier zeg maar onder de navel een soort van gat heeft. Ik vind het wel een heel erg tof detail. En een maxi skirt met de zwarte streep aan de zijkant. Nou, de bandana was 2 euro van de episode. De crop top was 7,95 bij Comget Fashion. Die was in de sale. De maxi skirt van Boo is 9 euro. De SP3'en zijn 8 euro. Voor deze totaal 26,95 euro is. Nou, ook niet heel erg duur. Twee outfits. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, te abonneren. En dan zie ik je volgende week weer. Doei! Bedankt voor het kijken. Vliegtips. En eigenlijk wel vakantietips slash vliegtips. En daar heeft Marcia daar natuurlijk ook over gehad.